Goedenavond, beste luisteraars van Radio Positief. Nog een avond komen wij tot jullie met het woord van leven. En ik wil vandaag praten over een onderwerp dat sommige mensen gaat helpen. Misschien bent u een persoon die zich op een gegeven moment ontmoedigd voelde, of misschien is dit precies het moment waar u dat, waarop u dat meemaakt. Wij allen maken goede momenten mee, ervaren de overwinningen, antwoorden, getuigenissen die wij zelf kunnen vertellen. Maar wij allen gaan ook door persoonlijke strijden heen in ons leven. En ik praat zelfs over het leven van het geloof. Ondanks het feit dat niet alleen wij die in het geloof leven problemen hebben. Iedereen heeft problemen, strijden. Iedereen gaat door uitdagingen heen. Iedereen moet keuzes maken. Iedereen leidt bepaalde verliezen op een gegeven moment van zijn leven, van haar leven. Er is niemand die een leven leidt met alleen maar blijdschap, geluk, vrede, gunstige omstandigheden. Nee, er zijn af en toe of vaak momenten waarop wij sterk moeten zijn om door te gaan, om te blijven kijken naar ons doel en niet opgeven. En Abraham, over wie wij hebben gesproken de vorige weken, deze laatste weken, hij was niet anders. Hij was ook een mens. Dus hij heeft ook moeilijke momenten meegemaakt. U kent het verhaal van Abraham zeer waarschijnlijk. Hij werd door God geroepen toen hij 75 jaar oud was. De tijd ging voorbij nadat hij God begon te dienen. En het meest verwachte wonder was nog niet gebeurd. En dat was dat hij een kind kreeg. Hij was een overwinnaar in de financiën. Hij had succes, hij had rijkdom veroverd. Hij overwon in de oorlog. God beschermde hem tegen de vijanden, tegen degenen die hem kwaad wilden doen. God zegende alles wat Abraham deed. Maar God gaf de dingen niet zomaar aan Abraham. Het was stap voor stap en met strijden. Vooral het meest verwachte zegen dat een kind krijgen was, zelfs dat, of vooral dat, duurde het lang zodat het gebeurde. Het duurde lang, 25 jaar. En jaren nadat Abraham de beloftes had gekregen, en hij was al gezegend door God in meerdere opzichten, had hij nog geen kind. En God spreekt met Abraham. U vindt deze tekst in Genesis 15. De Bijbel zegt zo: hierna kwam het woord des Heeren tot Abraham in een gezicht. En God zegt: vrees niet, Abraham. Ik ben uw schild. Uw loon zal zeer groot zijn. Dus God spreekt met Abraham. En God zegt tegen hem: ik ben jouw schild. Jouw loon zal zeer groot zijn. Dus God sprak met Abraham op dat moment. En door wat u verder gaat kunnen lezen, zometeen lezen wij verder, merken wij dat Abraham een beetje ontmoedigd was of gefrustreerd. Hij was niet tevreden. Maar God
Praat met hem en zeg tegen hem, Abraham, ik ben jouw schuld. Jouw loon, jouw zegen, jouw beloning zal zeer groot zijn. Omdat ik met jou ben. Maar Abraham zeide, luister goed naar het antwoord dat Abraham aan God gaf. Heere, Heere, wat zult gij mij geven? Daar ik kinderloos heen ga en de bezitter van mijn huis, dat zal deze Damascener Eliezer zijn. En Abraham zeide, zie, mij hebt gij geen nakroost gegeven en nu moet een onderhorige mijn erfgenaam zijn. Dus, wat Abraham tegen God zei, of wat Abraham heeft geantwoord, toen God met hem sprak en zei, ik ben jouw schild, jouw loon zal zeer groot zijn, was het volgende was, dus Abraham antwoordde, hier, wat zult u mij geven? U geeft mij rijkdom, u geeft mij zegens, u geeft mij succes, u geeft mij de overwinning, maar ik ga sterven, ik word oud, ik sterf. En dit alles wordt achtergelaten. En een zoon van een slaaf, dus een dienaar van mij, die in mijn huis geboren is, zal mijn erfgenaam zijn. Hij zal alles in bezit nemen, omdat ik sterf zonder kinderen. Met andere woorden, hij liet God zien, God wist het al, maar zijn reactie laat zien dat hij dacht, wat baat het dat ik veel verover? Als ik sterf en alles blijft achter en wie dit gaat administreren na mijn dood, de zoon van iemand anders is, niet mijn zoon, niet eens mijn zoon. Dus met andere woorden, ik persoonlijk wil de zegens niet, omdat ze hier achterblijven. En ik moet ze daarna doorgeven aan iemand anders. Die niet eens van mijn gezin is. God hoorde dit. En God zei, 4. En zie, het woord des Heeren kwam tot hem. Deze zal uw erfgenaam niet zijn, maar uw lijfelijke zoon, die zal uw erfgenaam zijn, uw lijfelijke zoon. Dus God hoorde de klacht, als ik het zo kan noemen, van Abraham. En God antwoordde hem, nee Abraham, dit zal jouw erfgenaam niet zijn, niet jouw slaaf, niet jouw dienaar, maar jouw lijfelijke zoon. De zoon die van je geboren zal zijn, geboren zal worden. En dit is ook wat God tegen u zegt. U die trouw bent aan God, u die God eert, die rechtvaardig bent, u die trouw bent in weinig. Zoals wij hebben gezegd, wie trouw is, wie in weinig trouw is, zal ook trouw zijn in veel. Maar misschien blijft u al een tijdje in weinig trouw zijn. En u blijft trouw. U bent niet van plan om te stoppen met trouw zijn. Maar soms voelt u zich een beetje ontmoedigd, omdat het lijkt dat het te lang duurt. Of dat het niet zo niet zal gebeuren, omdat de tijd voorbij gaat. Kijk, het zal gebeuren. Vertrouw. Geloof, God zal u zegenen. Het moment dat u nu meemaakt, gaat voorbij. Die strijd die u nu meemaakt, eindigt. Alles eindigt. Alles gaat voorbij. Niets is eeuwig hier op aarde. Het enige dat eeuwig is van wat wij hier hebben, is onze ziel. Dus laat niet toe dat uw strijden, uw problemen, de moeilijkheden die u meemaakt, u ontmoedigen. Zich ontmoedigd voelen of zich een beetje gedemotiveerd, laten wij
het zo zeggen. Zich gedemotiveerd voelen is een onderdeel van de strijd. Dat gebeurt met iedereen op een gegeven moment. De resultaten zijn niet de resultaten die u verwacht. De dingen duren langer. Of het lijkt alsof al uw moeite voor niks is. Dat is de perceptie die u heeft. De perceptie die u krijgt is dat. Maar in feite, als u hetgeen blijft doen wat correct is, wat rechtvaardig is, zult u geëerd worden. En dat zal niemand kunnen tegenhouden, omdat God trouw is. En een zaad brengt vruchten voort. Het moet alleen gezaaid worden. U zaait, u bent bezig met zaaien, u bent bezig met uw deel doen. Dus geef niet op. Als u zich laat ontmoedigen en u begint een korte weg proberen te zoeken, dan ziet de duivel dat, het kwaad ziet dat, en de koning van Sodom zal komen met suggesties. Laat dat niet toe. Gebaseerd op wat wij hebben gezegd de laatste dagen. De koning van Sodom kwam en wilde alles aan Abraham geven. Maar Abraham zei, nee, dat wil ik niet. Niets wil ik van jou krijgen, van de koning van Sodom. Zodat je niet zegt, ik heb Abraham rijk gemaakt. Abraham werd rijk door de zegen van God. Wij worden gezegend door de zegen van God. In de financiën, in de relatie, in de liefde, in de familie, in de projecten, in de gezondheid. En natuurlijk, vooral geestelijk gesproken. Alles wat van God komt, is goed. Maar als wij een korte weg proberen te zoeken, en wij gaan ons geloof zetten in iets dat niet van God komt, zal het einde hiervan een teleurstelling worden. En dat wilt u niet, dat wil ik ook niet. Dus houd hetgeen vast wat God aan u gaf. Blijf volharden, blijf geloven, blijf vertrouwen. En God zal u zeker zegenen. Morgen gaan we nog een beetje praten over dit onderwerp. Wij komen zo terug. Wat u zegt. Vandaag breng ik tot u mijn overgave, mijn God. Luister nu naar het gebed van u die maak het onderscheid, mijn Heer, tussen wie u dient en degene die niet. Maak het onderscheid, mijn Vader, voor wie op uw altaar zijn alles aflegt, tussen degenen die u niet eens zoeken en degenen die hun hoop op u vandaag stellen en die u eren met geheel hun leven. Maak het onderscheid, Heer. Vandaag breng ik tot u mijn overgave, mijn God. Luister nu naar het gebed van u dienaar.
naar. Maak het onderscheid, mijn Heer, tussen wie u dient en degene die niet. Maak het onderscheid, mijn Vader, voor wie op uw altaar zijn alles aflegt, tussen degenen die u niet eens zoeken en degenen die hun hoop op u vandaag stellen en die u eren met geheel hun leven. Maak het onderscheid, Heer. Maak het onderscheid, mijn Heer, tussen wie u dient en degene die niet. Maak het onderscheid, mijn Vader, voor wie op uw altaar zijn alles aflegt, tussen degenen die u niet eens zoeken en degenen die hun hoop op u vandaag stellen en die u eren met geheel hun leven. Maak het onderscheid Onze Heer en onze Vader, in de naam van Jezus bidden wij voor een ieder die naar ons luistert op dit moment. Wij bidden voor degenen die door strijden heen gaan in hun leven, maar die niet opgeven. Mensen die vertrouwen dat wat u zegt zal geschieden, zal gebeuren. U faalt nooit. U heeft nooit gefaald. U bent perfect en wij weten dat wat geschreven staat zal gebeuren. Zoals Abraham geloofde dat wat u zei zou gebeuren, ondanks het feit dat de tijd voorbij ging en hij zag dat nog niet. Maar hij bleef trouw. En ik bid voor degenen die trouw blijven, of degenen die de beslissing nemen om trouw te worden vanaf vandaag. Kom deze ziel genezen. Dit hart. Het lichaam ook. Raak het leven aan van deze persoon die op een bed ligt. Met een gezondheid die verzwakt werd door zoveel ziektes. Genees dit lichaam. Herstel dit gezin, deze familie. Open de financiële deuren. Maar dat alles onder de zegen die komt door de gehoorzaamheid en trouwheid aan u. Zegen een ieder die samen met ons bidt. Dat vragen wij u, o Heer. In de naam van de Vader, van de Zoon en van de Heilige Geest. In Jezus' naam. En wie gelooft, wordt gezegend. Amen. God zij dank. Heel goed, beste luisteraars van Radio Positief. Ik ben er zeker van dat God naar ons kijkt. God ziet en weet alles. Hij vergeet hetgeen nooit dat gedaan wordt met geloof. Dus het loon, de beloning komt eraan. Maar wij moeten volhouden. Wij moeten vooruit gaan, naar voren kijken en op God vertrouwen.
Morgen zullen wij terugkomen om 10:00 PM met het woord van leven. En deze zondag, zullen wij de grote zegen hebben van de rechtvaardigen. Wij gaan de trouwen consecreren, de omtrek van onze hand op het altaar leggen, de eerstelingen presenteren aan God en hem eren. En deze zondag is het ook eerste Pinksterdag. Voor de christenen is Pinksterdag een dag die ons doet denken aan de komst van de Heilige Geest. En is er een grotere zegen voor ons, voor de mens, dan de Geest van God, de Heilige Geest ontvangen en hem in ons binnenste hebben? Dat is de grootste zegen die iemand kan bereiken. En deze zondag, eerste Pinksterdag, gaan wij de Heilige Geest zoeken en ontvangen door middel van het geloof in God. Mis het niet in alle UKGR evangelische centra in Nederland en in feite in de gehele wereld. Dat God u zegene, een fijne avond verder en tot morgen.